De dag begint bewolkt en nevelig. In de middag komt de zon tevoorschijn. Bij weinig wind wordt het maximaal 17 graden. Dit is het TV West Nieuws van donderdag 23 april. Ik ben Martine Boerkamp. Goedemorgen. Voorspelbare reacties in de Haagse gemeenteraad op het akkoord dat de regering heeft gesloten over de opvang van illegalen. Den Haag is samen met de vier andere grote steden aangewezen om illegalen op te vangen. Andere gemeenten moeten stoppen met de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat is de uitkomst van een weeklang overleg tussen coalitiepartners VVD en PvdA over de zogeheten bed, bad en broodregeling voor illegalen. De opvang zal beperkt zijn tot enkele weken. Daarna worden illegalen teruggestuurd naar hun eigen land vanuit het aanmeldcentrum Ter Apel. Wie daarna weigert mee te werken, wordt alsnog op straat gezet. De Haagse PVV-fractie is furieus dat de illegalen opvang krijgen in Den Haag. De VVD ziet juist lichtpuntjes. De hefbrug in Waddinxveen is weer omlaag. De hele nacht is er gewerkt om het gevaarte naar beneden te krijgen. Afgelopen dinsdag begint de ellende doordat een schip zich klemvaart. Mogelijk omdat de brug te vroeg naar beneden kwam. Daardoor blijft de achterste pijp van het speciale schip haken. Afgelopen nacht is begonnen met de herstelwerkzaamheden. Als eerste wordt de hefbrug met grote hijskranen een stuk opgetild, zodat het schip los kan komen. Daarna kan de brug voorzichtig zakken en uiteindelijk op een ponton gelegd worden. De gehele reparatie van de brug in Waddinxveen gaat volgens de provincie nog zeker 2 maanden duren. Wel hoopt de provincie volgende week meer duidelijkheid te kunnen geven over de toedracht van het ongeluk. Een opvallende wending in de zaak rond de eerder vermiste Sylvana uit Rozenburg. Haar vader en pleegmoeder zijn aangehouden. 13-jarig meisje verdween vorige week en werd maandag teruggevonden in Voorschoten. Een broer van het meisje laat Omroep West weten dat zijn vader en de pleegmoeder van Sylvana zijn opgepakt. Maar de politie wil niet meer loslaten dan dat er 2 mensen zijn aangehouden. Eerder werden al 2 andere mensen gearresteerd. Justitie verdenkt ze alle 4 van onttrekking van een minderjarige aan het wettig over haar gesteld gezag. Komende zondag is de grote finale van het Prinses Christina Concours. Daar wordt het beste jonge klassieke talent van Nederland gekozen. Van de 100 kandidaten hebben 6 de finale gehaald, onder wie de 14-jarige pianist Johannes Asfau uit Den Haag. De vingervlugge Johannes zit al vanaf zijn 5e op de school voor jong talent in Den Haag. Voor hem geen rock of pop. Wil ik muziek luisteren, dan ga ik naar Brahms luisteren. Het is vooral de muziek. Ik vind die muziek gewoon geweldig en ik geniet er gewoon ontzettend van als ik speel. Op het podium trekt Johannes veel aandacht. En dat is niet alleen vanwege zijn muzikale talent. Hij is hier geboren, maar zijn ouders komen uit Ethiopië. Het zijn niet heel veel zwarte mensen die dus piano spelen. Maar in principe heeft het met de muziek zelf weinig te maken. De getalenteerde Johannes wil niet alleen piano spelen. Hij volgt ook een opleiding voor dirigent. Ik vind het echt geweldig om te doen. Dus het piano spelen, maar ook het dirigeren, eigenlijk die hele muziek. En nu? Nu staat hij aanstaande zondag in de grote finale van het Prinses Christina Concours. Mijn grootste droom is eigenlijk dat ik daar op het podium sta en dat mensen. Dat ik mensen kan inspireren eigenlijk. Dat is denk ik. Verwarring op de Hoornbrug in Rijswijk. Daar knipperden gisteren de lichten op de brug ten teken dat het gevaarte open zou gaan. Maar er gebeurde niets. Rode lichten en dus wacht het verkeer netjes tot de slagbomen dichtgaan. Te vergeefs, want die blijven gewoon open. En wat doe je dan? Nou, in eerste instantie niks. Maar als het te lang duurt en de tram ook gewoon over de brug dendert, durft een enkele automobilist het wel aan. En als er 1 schaap over de dam is. Ze vliegen de wereld over voor wedstrijden, werden Nederlands kampioen en zijn beroemd bij het voetbalpubliek door hun optredens bij ADO Den Haag. De cheerleaders van United Cheers. Je zou zeggen, iedereen staat te springen om zich bij de meidenclub aan te sluiten. Maar dat valt nog vies tegen nu de dames op zoek zijn naar nieuw talent.
Hier in een gymzaal in Zoetermeer organiseert United Cheers een instuif voor nieuwe cheerleaders. Maar dat cheerleading in Nederland nog niet dezelfde populariteit geniet als in de Verenigde Staten, blijkt al snel. Het loopt niet, ik weet niet. Ik weet ook niet waarom, maar cheerleading is gewoon nog niet zo heel erg bekend. Vooral niet in deze omgeving en ook niet in Nederland. Er komen steeds wel meer cheerleadergroepen, maar nog lang niet genoeg. En heel veel mensen weten niet dat het al voor kleine kinderen al is. En dat is gewoon jammer. En dat zijn we proberen om dat meer te promoten. Want nieuwe talenten opleiden willen de Zoetermeerse dames dolgraag. Het zou natuurlijk hartstikke gaaf zijn als we een paar van die meiden over een aantal jaar in Amerika zien. Maar waar voldoet een goede cheerleader nou aan? Goed kunnen dansen, vrolijk kunnen zijn, publiek kunnen vermaken en een hele grote glimlach. Soneo heeft bijvoorbeeld een hele toffe wedstrijd hier in Nederland. Het lijkt me gewoon echt gaaf om een keer mee te doen. Dus, Nederland, een beetje bescheiden, kom op. Ja, nou ja, daar beginnen toch. En dan eindigen. Nou, dat is natuurlijk een wereldkampioenschap dan als ik mag dromen. Ja. Kijk ik in de kranten van vanmorgen. Ja, veel aandacht erin voor het bed, bad en broodakkoord. Toch nog een compromis over bed, bad en brood. Kabinet gered, maar het probleem is niet opgelost, kopt het AD. Telegraaf citeert op de voorpagina fractievoorzitter Halbe Zijlstra van de VVD. Vanaf nu gaan we handhaven wat we hebben afgesproken. Klassiek compromis wendt crisis af, schrijft de Volkskrant. En kabinet vindt uitweg in crisis rond illegale. Sobere opvang in 6 gemeenten, andere locaties moeten dicht, schrijft Trouw. Premier Mark Rutte en vicepremier Lodewijk Asscher presenteerden gisteravond een, naar eigen zeggen, zwaar bevochten compromis over de opvang van illegale. En daarmee is een kabinetscrisis afgewend. Verder in de kranten. Lid MH17-team op non-actief na lezing, kopt de Volkskrant. Een lid van het identificatieteam voor de slachtoffers van de vlucht MH17 is tijdelijk op non-actief gesteld nadat hij in een openbare lezing gevoelige informatie over het onderzoek had prijsgegeven. Volgens RTL Nieuws toonde patholoog-anatoom George Maat tijdens de lezing foto's van verminkte lichaamsdelen van slachtoffers. Minister Art van der Steur van Veiligheid en Justitie noemt het optreden van Maat buitengewoon ongepast en onsmakelijk. De bewindsman laat uitzoeken wat er precies is gebeurd. En in de Telegraaf, strijdsters bevallen hier en reizen weer naar kalifaat. Nederland is kraamkamer voor jihadis. Zwangere Nederlandse IS-strijdsters blijken in sommige gevallen in Nederland te bevallen, waarna ze opnieuw heimelijk vertrekken naar de terreurstaat IS met kind. De AIVD kent verschillende concrete gevallen van deze bizarre praktijk. De strijdsters kiezen voor een thuisbevalling vanwege de slechte medische situatie in Islamitische Staat. En tot zover. Om 17:30 is er weer een nieuwe uitzending van het TVWest Nieuws. Blijf tot die tijd op de hoogte van het laatste nieuws via onze website omroepwest.nl, via de apps, via Facebook en Twitter en natuurlijk via de collega's van 89.3 Radio West. Maak er nog een mooie dag van.